Hallo dames en heren, vandaag gaan we verder waar we bezig waren. Hier zo lekker in Goat Simulator. En helemaal zo, pats, kijk, toen hadden we een prachtig gescoord. En nu zijn we hier zo bij de Low Gravity Testing Facility. En moeten we even hier omheen. Tada! Want ik kan lekker over muren lopen, want ik ben een geit. En geiten kunnen dat. Wist je dat niet? Oh, nou, nu weet je het. Hoe kom ik hier binnen? Moet ik even omlopen? Even hier bekijken. Hier is geen ingang. Dat faalde een beetje. En ik ben hier een beetje aan het doodgaan. Ik denk dat we hier doorheen moeten beuken. Nou, wacht. Oh, een stukje dichterbij. Ta-ta-la-da. Oké, wat is dit? Oeh, is dit de low gravity dinges? Met prachtige super ringen en zo. Oh, dit is een ragdoll skate. Oh, dit is de skatebaan. Oh, ho, kijk dit. Kijk, ik kan helemaal gek trucje doen. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, ik ga dwars door die dozen. Daar komt hij. Pats. En ze vielen niet eens om. Shit. Oh, oké, dan ga ik het eventjes allemaal hier, even kapot spouwen. Hoppa. Er is er maar eentje, of eigenlijk twee op de skatebaan beland. Wat doet deze auto hier binnen? Jezus. Oké. Okay. Dit is de low gravity dinges. Oké. Okay. Maar hoe komen we binnen? Dat is de vraag. Oh, er is hier een gat. Maar ik heers even deze auto. Ik ga even deze aardige vrouw gedag wensen. Hallo mevrouw, hoe gaat het met u? Oh jee. Oh jee, dit is een beetje awkward, dames en heren. Oh shit. Ik neem er wel mee. Een date naar de low gravity testing facility. Eigenlijk werkt ze hier, dus het is niet echt. Oh, oké, okay, weet je wat? Ik neem gewoon deze stoel mee. Fuck jou mevrouw. Smeren. Wow, ik kan door een soort raam. Nou, zo kan dat ook. Ik vlieg. Kan ik frontflips? Holy shit, ik kan heel erg veel frontflips maken. Oh, en toen ging het mis. Holy shit. Overal frontflips. Hoeveel frontflips waren dat? Dat waren er minstens 1000. Gewoon een ruwe inschatting hoor. Maar ik denk dat het er minstens 1 miljoen waren. Oh, jeetje. Oké, wacht, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, 20 en toen raakten we de grond. Ik vind dat wel een prestatie. Ik kan verder gaan, maar dan zou ik eventjes een uur in de lucht moeten blijven hangen. Daar heb ik niet zo zin in. Oh, die matrassen die stuiten. Dus dan kan ik zo. Boing. En dan kan ik. Oh. En dan sta ik hier bovenop. En dan gaat iets verschrikkelijk mis met mijn nek. Oh, ik voel me niet helemaal gemakkelijk mee. Holy shit. Oh, ik wist niet dat je daar ook boven kon komen. Maar, hier. Kijk. Oh. Ik denk dat hier namelijk wel iets leuks is. Oh shit. We zijn op het dak. Met een stel waaiers. En wat zijn dit? Dit doet helemaal niks. Maar wat zijn dit? Oh. 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 Die moet ik nu pakken. Maar gaat het me lukken? Oké, wacht. Wat nou als ik aan deze kant ga staan? En dan word ik er zo ingeslagen. Zo. Dit gaat niet werken. Oké, ik ga het toch doen. Oh, nee. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben. Nee, stop. Sta op. Sta op, geit. Nee, nee. Oh, dat was echt heel erg dichtbij. Hè? Als ik daar af was gevallen, dan was ik niet blij geweest. Oké. We springen er gewoon recht in. Fuck. Shit. Nee. Nee, doe het niet. Ik ben een hulpeloze geit. Ik kan er niets aan doen. Dat ik zo spassief ben. Oh shit. Nee! En waar ben ik nu? Ik ben van de map afgeslagen.
Mijn hele beeld glitcht. Oké, het is weer oké. Kan ik hier even... Oh, tadaa. Auto. Oh shit. Nee, dat werkte niet, dames en heren. Dat wel. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat dit zou gebeuren. Michael Bay! Michael Bay is die acteur die in iedere film waarin hij speelt ontploft alles altijd. Vandaar Michael Bay. En wie ben jij? Dit is Jolly. Oh, kijk, er is een gouden geit. Jolly. Jolly. Jolly en ik gaan even fijn eventjes de winkel even verpesten. Dank u wel. Come again. Hello, come again. Sorry dat ik racistisch ben geweest naar nu al twee verschillende landen. India en Zweden. Het spijt me. Het was niet mijn bedoeling. Alsjeblieft niet mijn video disliken. Dat zou ik erg waarderen. Opeens 5 dislikes. Ik dacht dat ik jullie kon vertrouwen, jongens. Maar nee. Oh, die frontflip was niet helemaal gelukt. Niks te zien. Oké. Dan gaan wij gewoon hier omhoog. Want kijk. Want ik zag hem al een tijdje rondvliegen. Misschien als ik een stukje verder uitzoom dat we hem zien. Dan heb ik niet over die, die grote container hier zo achter dit ding. Met, wat is dat? Ik heb geen flauw idee. Dat moet ik ook nog even gaan doen. Maar deze hangglider heb ik het over. Want ik denk dat ik erop ga landen. Ja, u hoort het goed. Ik ga gewoon bovenop de hangglider landen. Hè? Ja, dacht u daarvan? Ja, klinkt wel een beetje gek, maar ik ga het gewoon doen. Want ik ben gek. Oké, komt ie. Oh. Oh, het beeld gaat weer een beetje vreemd. Oké, laten we deze man... Wat is uw naam? GSTVS. Nou, ga dan weg, potverdrie. I believe I can fly. Oh nee, toch niet. Oké. Moeten we wachten op de hangglider, meneer? Oh shit, daar komt hij al. Ik ga een aanloopje nemen en dan ga ik bovenop het land. Daar komt hij. Huh, ik sprong veel te vroeg. Nee. Nee, het ging helemaal mis. Oh shit, en nou zit ik hier een beetje tussen geglitcht. Oké, dan ga ik nog één keer naar boven klimmen. En dan ga ik nog een keer op hem landen. En deze keer gaat het wel lukken. Nou, dat kostte me ook weer een minuut van mijn leven om helemaal naar boven te klimmen. Ik wil niet nog een keer nu gaan missen. Want dan moet ik nog een keer naar boven klimmen. En dan ben ik niet blij. Yuri is dan niet blij. Oké, daar komt hij. Gelukkig hoefden jullie die minuut omhoog klimtijd niet te ervaren. Want die heb ik er lekker tussenuit geknipt. Maar ik ben zojuist een hele minuut van mijn leven verloren. Ja, dan wordt het goed. Ik ben niet blij ermee. Oké, daar komt hij. Nu gaat het lukken. Nou ga ik niet te vroeg springen. Ik ga veel te vroeg springen. Nou, oké, nu ga ik even kijken. Nee, ik sprong te laat. Nou, weer een minuut naar boven klimmen. Oké, als het nu niet lukt, dan word ik wel echt heel erg pissig. En dan ga ik heel boos doen tegen mijn computer. Nee, ik word niet zo snel boos eigenlijk, moet ik jullie toegeven. Maar nu gaat het me lukken. Zullen we gewoon doen alsof dit de allereerste keer is? Zullen we gewoon van wow, ik heet op de allereerste keer. Oké, komt-ie. Nu gaat het lukken. Kijk, ik ga een aanloopje nemen. Nee! Wat? Ik heb die man niet helemaal naar boven gebracht en nu is hij bang. Oh, leuk. Na een paar keer misspringen. Dus voelt het toch weer eventjes goed om die man even bang te maken. Oké, nu gaat het lukken. Lik! Nee! Wow, ik stuitte er wel mooi. Ik wil hem nu heel graag halen, maar ik ben niet zo blij dat ik het al... Hoe vaak 4 of 5 keer mis heb gesprongen en ik vind het niet leuk. Maar nou gaat het lukken. No. Misschien als ik er een liedje bij zing. I believe I can fly.
I believe I can touch the sky. Het is me gelukt. Oh, wow. Ik heb nog nooit zoiets moois meegemaakt, jongens. En nu ga ik loslaten. Dank u wel voor het kijken naar deze prachtige aflevering van Coach Simone. Dan zeg ik het zelf. Tot de volgende keer!